leggen we Lotte Wettinga van Liander. Oh ja, dat is het. Ja, was dat zo. Vertel eens, wat vond je van dit verhaal? Nou, wel een geweldig verhaal toch. Dat je met je afvalstoffen, dat je daar ook wel energie van kan maken. En nu moet het nog rendabel worden, maar dan levert het wel heel veel potentie om gewoon lokaal eigenlijk je energie op te wekken en te produceren eigenlijk. Ja. Maar niet rendabel dus nog. Wat zag jij voor opties om het wel... Ja, het is een beetje de ellende van... Niet rendabel, maar wel bruikbaar. Ja, de ellende van innoveren volgens mij. De techniek die nog in ontwikkeling is en nog niet rendabel genoeg, maar wel goede potenties. Ja. Dus tijd en inventiviteit.